Het Waterforum Suriname heeft vanmorgen een presentatie gehouden over het project Integrated Water Resource Management Suriname, IWRM. Het project heeft als doel het ontwikkelen van het waterbeheer in Suriname. De presentatie van het eindrapport is gedaan door Manoj Hinduri, voorzitter van het Waterforum Suriname. Hij benadrukt dat de Surinaamse waterbronnen van onschatbare waarde zijn. Overal in de wereld wordt Suriname geprezen voor haar zoetwaterbronnen. Maar gaan we daar wisely mee om? Of nemen we het voor granted dat het daar allemaal is? En u voelt aan de vragen die ik stel dat ik niet hoop dat we het voor granted aannemen. Maar dat we gaan naar let's manage our resources wisely. En daar gaat IWRM over. En daar staat Waterforum Suriname voor. Duurzaam en integraal waterbeheer van onze waterbronnen in Suriname. En gelukkig hebben we een goede partner gevonden in het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Als de trekker van de resources die Suriname rijk is, de natuurlijke hulpbronnen, waaronder water. En we vinden dat eigenlijk water nog hoger op de agenda moet komen van zowel het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, maar ook bij andere ministeries en instanties die ermee te maken hebben. Het eindrapport is afgelopen vrijdag ook aangeboden aan minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen. Dave Abeleven, directeur van Natuurlijke Hulpbronnen, zegt dat het belangrijk is dat het waterbeheer goed bestuurd wordt. Daarom moet er een goede afstemming zijn tussen alle actoren die een rol vervullen binnen de watersector. U hoort NH-minister Akinboto die aangeeft dat dit een goed moment is om het actieplan uit te werken. Want als je gaat naar een raamwerk, naar een Integrated Water Resource Management System, betekent dat je natuurlijk moet nagaan, waar sta je nu? Hoe is het nu? En wat zijn de gaps? Wat moet je doen om te komen bij Integrated Water Resource Management? Nou, dus dat is gebeurd. Er is dus een analyse verricht. Er is ook een studie verricht. En op basis daarvan is er ook een actieplan ontwikkeld, die natuurlijk verder in detail met de verschillende actoren uitgewerkt en geïmplementeerd zal moeten worden. Want er kunnen zoveel onderzoeken gedaan worden, er kunnen zoveel rapporten geschreven worden, maar als we niet gaan benoemen hoe wij de zaken gaan moeten gaan implementeren om te komen tot waar we willen zijn, dan zitten we nog een paar jaren met elkaar te kijken en we doen niks eraan. Dus mag ik alvast u feliciteren met het werk dat verricht is. Vanuit het ministerie moet ik aangeven dat we toch wel aandacht besteden, omdat water een van ons beleidsgebieden is. En het behoort tot de hoge prioriteit van ons om in ieder geval de voorziening van drinkwater, zoals aangegeven als een van de Sustainable Development Goals, dat water toegankelijk en bereikbaar is voor de behoeftigen, zij die behoefte daaraan hebben. Sergio Akinboto, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, en daarvoor Dave Abeleven, directeur van Natuurlijke Hulpbronnen. De overhandiging van het rapport Integrated Water Resource Management Suriname vond plaats op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.